Nou jongens, welkom bij weer een nieuwe film. Ik ben eigenlijk bezig met het opnemen van een soort serie. Het is vandaag 31 oktober en daarmee ga ik eigenlijk deel 2 afsluiten. Maar dit is nu eigenlijk een soort intro voor deel 1. De afgelopen 2 maanden ben ik hier vrij intensief bezig geweest. Zowel met als zonder Nita. En eigenlijk iedere dag gaat er wat voor in. Net voordat ik dit wilde gaan opnemen, ging mijn linker hengel er vandoor. Dus ik heb nog een mooie vis hier in de sling leggen. Maar die zie je in deel 2. Nou, deze twee series die heb ik eigenlijk heel verschillend gemaakt. Omdat ik, ik vind het dus leuk om filmpjes te maken. Maar ik doe dat op een manier eigenlijk zoals ik zelf filmpjes leuk vind om zelf te kijken van anderen. En ik zelf hou niet van dit, een beetje gepraat en zo, dat interesseert me niet. Maar ik merk toch aan de reacties uit andere filmpjes dat mensen dat juist wel leuk vinden. Dus ik heb deel 1 is vrij kort, die is 5 minuten. En daar komt dus eigenlijk dit alleen maar als enige praatje in voor. En de rest is allemaal onder begeleiding van muziek. En deel 2 die is ruim een half uur en daar lul ik een end weg. En daar vang ik ook een hoop vis. Ik zou zeggen, veel kijkplezier met deel 1. En dan binnenkort deel 2 online. Hoop ik nog een mooie afsluiting. Maar ik heb in ieder geval een mooie vis in de zak, dus dat is al geslaagd. Ja, en dan gaan we kijken hoe we doorgaan met deel 3. Dus nou, veel kijkplezier en bedankt alvast.
Nou, dan had ik denk 24 vissen, allemaal schubs. En dan is dit voor mij echt de kers op de taart. Gewicht interesseert me echt helemaal niks. Dit vind ik echt hier, ja, hier vis ik voor. Hier kan ik echt van genieten. Natuurlijk ben ik blij met die dikke schubs of wat dan ook. De grootste was geloof ik 17 kilo. Deze, ik heb hem niet eens gewogen, ik schat hem op een kilo of nou, misschien 7. Maar voor mij is het echt de bonus. Dit is echt de kers op de taart. Geweldige vis. Helemaal blij mee. Zo. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende filmpje. Hoppa.